Waarbij is Tishboy Ivan en in deze video ga ik jullie tonen hoe de perfecte testcampagne eruit ziet, of hoe mijn perfecte testcampagne eruit ziet, hoe ik praktisch al mijn producten voor klanten test, hoe mijn ad creatives eruit zien en hoe ik ook mijn adsets samenstel. Nu, genoeg van dat, we duiken gewoon direct in het ad-account. Dus zoals je kan zien, welkom in het ad-account. Hebben we hier één campagne, het was een testcampagne. Hoe ziet die er altijd uit? Ik gebruik eerst en vooral altijd de productnaam met dan de marge van het product. Wat is de marge van het product? In het heel kort samengevat, dat is je productkosten, belastingen, dus alle kosten. En wat er dan overblijft van effectieve winst, dat schrijven we hier neer. In ons geval was het 24, dus schreef ik 24 neer. Nu, als we dieper in die campagne gaan kijken, zie je dat we 10 adsets hebben met allemaal verschillende interesses. Dus je kan zien, hier is het home improvement, do-it-yourself, interior design, et cetera, et cetera. Je ziet ook altijd cijfers ernaast. Dat is eigenlijk de grootte van de audience. Dus bij die eerste 530k, dat wil zeggen 530.000 mensen die in deze interesse vallen. En bij interior design is het bijvoorbeeld 4M, wat wil zeggen 4 miljoen. Maar zo structureer ik de naam van mijn interesses. Puur om gewoon een beetje een overzicht te hebben over wat er aan het gebeuren is waar. Zoals je kan zien zijn het er 10. Ik start altijd met 10 aan 5 euro per dag. Dus een heel makkelijk berekening. Als je 5 keer 10 doet, dat wil zeggen dat je 50 euro per dag uitgeeft in het totaal voor die testcampagne. En dat is wat we willen doen. Nu, hoe lang gaan we die laten lopen? Dat is ook een heel goede vraag. Aangezien onze marge, onze winstmarge, 24 euro is. Ik ga het afronden naar 25 voor even nu de sake of the tutorial. Wil dat dus eigenlijk zeggen dat we al die interesses tot op het break-even punt laten lopen. Dus in andere woorden, dat wil zeggen als je 5 euro op één dag uitgeeft, duurt het 5 dagen vooraleer je die 25 euro hebt bereikt. Dus dat wil nu eigenlijk zeggen dat we deze 10 interesses 5 dagen lang onaangeraakt, ongestoord gaan laten lopen tot het 25 euro heeft bereikt. En op dat moment gaan we dan zien van, oké, kijk, heeft dit product potentie? Hoe ziet de data eruit? Gaan we er verder mee of gaan we op zoek naar een ander product in de webwinkel? Dat is eigenlijk de criteria die ik of waar ik naar kijk als ik aan het testen ben en of ik dan beslis om verder te gaan met het product of niet. Nu, wat het mooie eraan is ook, ik ga eens een interesse openen, want het is ook belangrijk natuurlijk dat je op ad-niveau kan zien wat er aan het gebeuren is. In elke interesse steken er 4 video's. Je kan zien video 1, video 2, video 3, video 4. Die hebben allemaal een verschillende thumbnail. Het is net verschenen, netjes. Die hebben allemaal een verschillende thumbnail. Maar de ad copy, dus de sales tekst, is compleet hetzelfde. We zijn dus gewoon verschillende thumbnails aan het testen om te zien van welke thumbnail slash welke video past het best bij die bepaalde interesse. En op basis daarvan kunnen we veel beter gaan inspelen en gaan targeten, omdat we weten wat ons doelpubliek leuk vindt of niet. Nu ik jullie deze heb getoond, gaan we gewoon eens samen één campagne maken met één interesse. Dat zouden er in totaal 10 moeten zijn, maar gewoon één interesse, zodat jullie ook kunnen zien hoe het er van binnen uitziet. Daarvoor ga ik naar een ander ad-account, omdat die gloednieuw is. En zo krijg je een idee van hoe het eruit ziet als die gloednieuw is. Bingo. Zoals je kan zien, we zitten in een ander ad-account nu. Er zijn nog geen campagnes gecreëerd whatsoever. Wat gaan we dus doen, of wat ga jij doen in het hele prille begin? Je gaat create ad moeten duwen. Start again. Sorry, ik heb deze video meermaals opgenomen. En als je op start again duwt, dan ga je deze tevoorschijn zien komen. Even kort context. Sommige mensen kiezen engagement om ervoor te zorgen dat hun post social proof genoeg heeft. Sommige mensen gaan voor traffic kiezen om ervoor te zorgen dat hun pixel al wat data heeft. Ik raad het niet aan. Ga alstublieft direct naar conversies. Ook al is het een gloednieuwe webshop, ook al heeft de pixel nog geen enkele vorm van data, ga alstublieft direct naar conversies. Want dat is uiteindelijk wat we willen dat de klant gaat doen. We gaan op conversies duwen. Dus dat is altijd het enige wat je gebruikt trouwens. Dan gaan we campaign name zien, campagne naam. Weer eens, daar gaan we de naam van het product invullen met onze marge. Dus nu, ik zeg niet maar iets. We gaan bijvoorbeeld alsof doen dat we een fitnessrekker aan het testen zijn, omdat ik dat nu heel veel aan het zien ben. En pak dat na alle kosten en belastingen, dit en dat, dat onze marge 25 euro is. Dan schrijf ik daar naam van product plus de marge. En dat is in dit geval 25 euro.
De naam in principe maakt niet heel veel uit, maar deze zorgt gewoon voor structuur. Zo weet je dat je, allez, zo moet je niet altijd naar een boekje kijken van oké, wat was het product, wat was de marge ervan. Zo weet je het gewoon direct van de start als je je ad-account opent van oké, dit is het product, dit is de marge en ik ga dieper in de interesses gaan kijken. Nu, campaign budget optimization staat altijd aan. Ik raad het aan om uit te zetten. Nu gaat dat nog, Facebook gaat dat mandatory maken, maar nu gaat dat nog en in testfase prefereer ik nog altijd adset budgets. En aangezien het mogelijk is, gaan we dat ook gewoon doen. Er zal nog een video komen over hoe ik test met CBO, maar dit is gewoon video 1 om te tonen hoe ik het doe met ABO, adset budgets. Dus nadat we conversies hebben aangeduid, naam van het product met de marge hebben ingevuld, CBO hebben uitgezet, gaan we naar continue. En dan zie je dat we in een ad-account verschijnen. In het ad-account verschijnen, dieper in de campagne, dus de adset beter gezegd verschijnen. Uw bestemming gaat altijd website moeten zijn. Uw optimization for ad delivery kan dan niet direct vertalen naar het Vlaams, maar als conversie, dat is normaal hetgeen wat we daarvoor hebben gekozen. En hier bij choose an event, heel belangrijk, even focus. Dus je ziet dat alles praktisch in het rood staat. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat wil gewoon simpelweg zeggen dat onze pixel, die gelinkt is aan het ad-account, nog geen enkele vorm van data heeft. Zoals je kan zien, ja, het is allemaal rood, nul events received en dit en dat. Nu, wat gaan we alsnog doen? We gaan alsnog aankopen aanduiden. Ook al hebben we geen data, ook al weet Facebook nog niet wat ons perfecte doelpubliek is, we gaan op aankopen drukken. En yes, nogmaals, ook al staat het in het rood, kies aankopen. Wat gaat er dan gebeuren? Zoals je kan zien hierboven, Facebook gaat zeggen: Your ad may not be optimized for conversion because we haven't received any activity from the conversion. Bla 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 bla. Dat is Facebook die probeert niet slim te zijn, die probeert te helpen, zogezegd. Van het is misschien best om eerst een ander event te kiezen vooraleer je naar aankopen overgaat. Maar wij gaan wel degelijk aankopen kiezen, omdat we willen dat dat hetgeen is wat de klant gaat doen. Dus negeer het alsjeblieft, ook al staat het bij jou, ook al is het in het rood. Wij gaan altijd voor aankopen kiezen. Ik hoop dat het nu wel duidelijk is. Nu hier bij Conversion Window, dus ik heb even Show Advanced Options open gedaan, staat het standaard op 7 days after clicking or 1 day after viewing. En dat gaan we voor deze testcampagne ook gewoon zo laten staan. Het staat al standaard aangeduid, maar ik wil het gewoon even meegeven, want later in de video's ga je zien dat ik ermee ga spelen. Dynamic Creative laten we open, Offer laten we open. En nu heel belangrijk, de audience, het doelpubliek. Custom audiences kunnen we nog niet maken. Als je niet weet wat dat is, please ga een andere YouTube-video kijken. Ik ga hier niet verdiept op ingaan. De locaties, heel belangrijk. Het staat, denk ik, standaard op mensen die wonen of mensen die recent op een locatie zijn geweest. Nu, wat is het probleem daarmee? Ik kan bijvoorbeeld recent in Amerika zijn geweest. De persoon die dus recent in deze locatie heeft aangeduid, en stel je voor, de target land zou Amerika zijn, dan zou die mij ook targeten. Voor hetzelfde geld spreek ik geen Engels. Voor hetzelfde geld heb ik geen adres in Amerika. En is het dus voor mij praktisch onmogelijk om het product te kopen en helemaal naar België te shippen aan een goede prijs. Laat ik het zo zeggen, aan een goede prijs. En dat is dus verspild geld voor de adverteerder. Wat wij bij locaties echt wel willen doen en altijd, altijd willen doen, is people living in this location, dus mensen die in deze locatie wonen, omdat dat ons de zekerheid geeft van, oké, die hebben wel effectief een thuisadres in de land of de landen die we gaan in het land, excuseer, in het land of de landen die we gaan targeten. En zo gaan we geen geld verspillen, zo weten we iedereen die in onze ad zit, woont effectief in het land dat we targeten. En dat is veel beter dan toeristen targeten die 3/4 van de keren het niet gaan kopen omdat ze de taal of het cijfer niet begrijpen. Dus ja, België, en stel ik voor, ik ga daar Nederlands bij gooien. En Nederland. Dus dan zijn we mensen aan targeten die in België of Nederland wonen. Dus niet recentelijk zijn geweest, wonen. Leeftijd laten we wijd open, 1865. Gender laten we wijd open. Taal heel belangrijk, er zijn er altijd twee. Dus je kan zien, er is Dutch, dus Nederlands, en Dutch-België, Nederlands-België. Alsjeblieft, zorg er zeker voor dat je die allebei aanduidt. Want als je één van de twee vergeet, verlies je een heel groot publiek. En dat zou zonde zijn, omdat de CPM's dan net iets hoger gaan. Excuseer voor het vakjargon, maar dat wordt allemaal duidelijk. Of als je iemand bent die in Facebook werkt, dan zal je wel weten wat ik zojuist zei. Maar nog eens kort toelichting. Leeftijd wijd open. Niet van 21, niet van 22. Gender wijd open. Ook al is het
een typisch damesproduct ook. Of ook al is het een typisch mannelijk product, laat het altijd, altijd, altijd open. Facebook is echt wel slim genoeg om je perfect doelpubliek te zoeken. Wat gebeurt er ook? Stel je voor dat is een typisch mannenproduct. Vrouwen kunnen bij wijze van spreken hun man daarin zeggen van hey, Roger, heb je deze niet nodig? Of la 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 la. Gaat weer voor engagement zorgen. Roger, ook al werd hij niet getarget, gaat de ad zien. En zo wordt het gewoon groter en groter organische reach. En dat is dus beter voor natuurlijk jezelf. Dus sowieso altijd leeftijd en gender open houden. Allee, wijd open houden, ook al is het een typisch mannelijk of vrouwelijk product. Detail targeting, het eerste wat ik wil dat je gaat doen, altijd, 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 vooraleer je iets invoert, is deze vakje uitdoen. Dus expand your detail targeting to reach more people when it's likely to improve performance. Doe dat uit. Korte woorden, als je een interesse aan targeten bent en als Facebook denkt van oké, denk dat we weten welk type mensen het zijn, gaat Facebook uit uw interesse een beetje mee gaan zoeken, of dat is toch wat ik ervan begrijp, en gaat dan zo gezegd uw perfecte doelpubliek ook gaan targeten, maar dat is iets wat we niet willen. We willen ten alle tijde controle, of zoveel mogelijk controle, zoveel als mogelijk controle, omdat we dan zo min mogelijk variabelen hebben. En dat is dus ook de reden waarom ik in detail targeting enkel maar één interesse invoer. Dus we hadden fitnessrekker zo gezegd. Dus een fitnessrekker, wat hoort daar bijvoorbeeld heel mooi bij? Ik ga gewoon fitness inbrengen. Fitnessrekker, mensen die fitnessen, fysieke fitness. En deze is meer dan ideaal. Verder in de detail targeting doe ik niets. Ja, je hebt het goed gehoord, helemaal niets. Ik ga geen andere interesses toevoegen. Ik ga er niet 3, 4, 5, 6 bundelen. Ik doe er gewoon enkel eentje om ervoor te zorgen dat ik weet van waar mijn sales komen. Schets, stel je voor ik had daar 3 interesses in en daar komen sales uit. Dan ga ik niet weten of het van fysieke fitness of cardio of whatsoever komt. Gaan mijn resultaten heel vaak inconsistent zijn omdat ik meerdere interesses daarin heb gezet. Dus altijd 1 interesse invoeren, omdat als we een sale hebben uit die interesse, weten we ook wel degelijk van het komt uit fysieke fitness en nergens anders. Nu ook heel belangrijk bij een interesse kiezen, zorg dat het doelpubliek toch wel altijd groter is dan 400.000 of 500.000 mensen. Omdat weer eens hoe meer speling je aan Facebook geeft, hoe slimmer ze zijn. Of hoe slimmer ze werken, hoe beter ze gaan werken. Dus dat is de reden dat ik vaak grotere doelgroepen verkies in plaats van kleinere doelgroepen. Nu we dat hebben, komen we bijna bij het laatste. Dat is bij placements. Plaatsingen staat altijd standaard automatic placement aangeduid. Dat willen we niet. We willen enkel hoge converterende traffic, om het zo te zeggen. Dus dan gaan we op manual placements duwen en gaan we alles uitzetten. Alles, alles, alles. Behalve Facebook feed en Instagram feed. Dat zijn de enige 2 plaatsingen die wij momenteel willen targeten in de testfase. Weer eens in de testfase. Om ervoor te kunnen zorgen van, werkt het product op Facebook of werkt het product niet op Facebook? Je kan stories daar ook bij toevoegen en al, maar je gaat zien dat het geld gaat uitgeven daaraan in de testfase en dat het niet echt gaat converteren, dat toch wel de meeste van de conversies uit de feed komen van Instagram of Facebook. Nu, tenslotte, wat ga ik dan doen als budget? Dagelijks budget zet ik op €5, dat is de bare minimum, zou ik aanraden. Omdat als je een lager budget gaat kiezen, gaat het gewoon veel langer duren vooraleer je data krijgt. En gaat het veel moeilijker worden om beslissingen te maken, omdat het zo lang gaat duren. En dat is gewoon niet de bedoeling. Dus alsjeblieft, €5 per dag, bare minimum. En zorg daar vanaf dat moment... €5 gewoon bare minimum, omdat je dan snel genoeg data gaat krijgen om je producten op te schalen. Nu, ik tegenwoordig doe €10, soms zelfs €20. Maar ik weet als je start dat je misschien geen heel hoog budget hebt. Dus ik zou gewoon voor €5 gaan, omdat dat de sweet spot is en completely safe. Dus zo ziet een adset er van binnen uit. Sorry, ik spreek te vroeg. Ten slotte ga ik de adsetnaam invoeren. Dus we hadden fysieke fitness gekozen als interesse. Dus dan ga ik fysieke fitness invoeren. Met dan het doelpubliek ernaast. 5,5 miljoen. En that's it. Zo ziet een perfecte adset in een testcampagne eruit. Als je iets over het hoofd hebt gezien of ik heb te
snel over iets gesproken, spoel alsjeblieft terug. Maar deze is hoe ik altijd mijn producten op Facebook test. En zeker alsjeblieft de benaming niet vergeten, want dat zorgt gewoon weer voor een beter overzicht. En dan ga je niet altijd moeten sukkelen en kijken in de ads zelf van welke interesse is het en dit en dit en dat. Maar ja, dan heb je gewoon een overzicht. Maar zo zien altijd al mijn testinteresses eruit, al mijn test-adsets eruit. In een testcampagne als ik een product aan het testen ben. Nu, zoals je ziet, we hebben er één gemaakt, maar wat jij straks gaat doen als we de ad copy en video en zo hebben toegevoegd voor een andere video is, ga je dus die interesse 10 keer dupliceren en het enige wat je gaat doen dan is die interesse veranderen. Dus nu was het fysieke fitness, dan kan je cardio toevoegen, dan kan je Gymshark toevoegen. Dus alles wat eigenlijk betrekking heeft tot die fitnessrekker zou je moeten toevoegen in de adset zelf. Dat gaat er dus voor zorgen dat je dan 10 adsets gaat hebben, 10 verschillende interesses, aan €5 per dag. Dus dat wil zeggen dat je €50 per dag in totaal uitgeeft om je product te testen. Weer eens, laat dat lopen tot de break-even prijs. In ons geval €25. Bereken het alsjeblieft voor je product. Maar ja, je gaat dat dan laten lopen tot aan die prijs. En dan ga je, als het die prijs heeft bereikt, dus elke individuele uitzet, als dat die break-even prijs heeft bereikt, dan ga je pas een beslissing maken van, ga ik verder met het product of ga ik niet verder met het product. Dat was het eigenlijk in het heel kort. Ik heb het zo kort mogelijk proberen te houden. Ik weet dat ik te veel mompel, maar ik hoop dat er ergens wat waardevolle nuggets waren. Nogmaals, het was je boy Ivan en peace.